wil niet zeggen in mijn telefoon. Ja, boven mijn hoofd. Wij komen wat lekkers halen. En dat namens Haar Majesteit Koningin aan alle scholen. Dus de kinderen in Bokstel gaan we dat uitdelen. En die mogen daar morgen heerlijk van smullen tijdens de koningsspelen. Kinderen krijgen allemaal een koek, krijgen allemaal limonade. De bedoeling is dat ze dat morgen op de scholen gaan uitdelen, maar wij brengen het vandaag. En we gaan dat brengen met een lakei. En die lakei die gaat het op een ludieke manier aanbieden met een speech daarbij. Dit is voor de trainer. Ik ben Paul Hermans, ik ben van de Stichting Bokstel Vooruit. En wij organiseren in de gemeente Bokstel, dus ook voor Lennepsheuvel, altijd allerlei activiteiten. Waaronder ook altijd de feesten rondom Koninginnedag. Dit jaar is het een speciaal jaar. En jullie weten vast wel wat er zo speciaal aan is. Wat is er speciaal aan? Ja, heel erg goed. Voor de laatste keer Koninginnedag. En het volgende jaar hebben we Koningsdag. Nou, omdat het zo'n speciaal jaar is, hebben wij als Bokstel Vooruit ook gemeend dat we alle kinderen van alle scholen uit Bokstel moeten trakteren. En daarvoor hebben we een lakei van onze koningin uitgenodigd om die tractatie op alle scholen te brengen. Goeiedag, kinderen. Goeiedag, meneer de lakei. Zo, veel kinderen op deze school, hè? Ja. Ja. Nou, ik ga jullie iets voorlezen. Moet je heel goed luisteren. Want er staat, lieve kinderen en andere onderdanen van ons land. En speciaal voor jullie als leerling van de Sint-Theresia-school. Deel ik jullie het volgende mede. Als dienaar van ons koningshuis en vooral namens de koninklijke hoogheden Willem-Alexander, die over enkele dagen tot koning gekroond zal worden, en zijn lieftallige echtgenoot Maxima, binnenkort onze koningin, kom ik jullie een tractatie aanbieden. Deze tractatie mag morgen door jullie allen genuttigd worden, onder het genot van een heerlijk bekertje Ranja, vanzelfsprekend in de mooie warme kleur van ons koningshuis. Ik wil jullie namens de koninklijke hoogheden Willem-Alexander en Maxima en natuurlijk ook namens onze geliefde koningin Beatrix morgen een fijne sportieve dag toewensen en heel erg veel plezier tijdens het nationaal ontbijt en de koningsspelen. Maar ook tijdens het vele activiteiten die op 28 en 30 april in het centrum van Bokstel en op de sportvelden plaatsvinden. Graag willen wij jullie begroeten op de markt van Bokstel, waar jullie in droom voor ons land inspiratie voor onze koning mogen opschrijven. Met groot genoegen, voorgelezen op 25 april anno 2013 door ondergetekende lakei Claron in aanwezigheid van een bestuurslid van Stichting Bokstel Vooruit. Tot zover deze mededeling. De koeken in dozen gedaan, dus die gaan morgen pas open. De ranja zit in de kan, ook voor morgen. Ik wens jullie ook morgen veel plezier en een leuk zonnetje. Goed zo, hoor je niet? Neem de koningin. Volle gang. Weet je dat niet, hè? Morgen, Vera. Ik kom al zorgen te maken. Mama zegt, mama zegt, mama zegt. We hebben nog meer kinderen. Je hebt het zomaar gebruikt. Goed jongen. Hoe zijn jullie zo? Ja, van ja. Zal ik naast je blijven staan?
Alexander houdt zelf ook erg van sporten. Zo rende hij de marathon van New York en deed hij mee aan verschillende schaatswedstrijden, zoals de Elfstedentocht. Nu de Koningsspelen echt begonnen. Veel foto's van de dansende en de springende kinderen. En Bert Jansen schrijft, let the games begin, want de jongste deelnemers zijn ook al naar buiten. Meedoen, maar kijk, zo te zien wel, beterschap Jelle. En ook sommige scholen zaten even voor de televisie. Ik ga verder met deze schatkaart. Ik heb het dan ook meteen af. Ik ga.